En dan welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen aan de Manchester United Career Mode Series. Nou, daar zijn we dan. En Cristiano Ronaldo is boos aan het begin van de aflevering. Coach, als je me niet vaker selecteert, overweeg ik hier weg te gaan. En uiteindelijk heb ik boos gereageerd. We willen elke wedstrijd als team winnen. En als jij meer om jezelf geeft, dan in deze club niet geneigd om dergelijke eisen in te wilgen. Is ook zo. Mijn Nederlands was hier trouwens niet zo heel erg goed. Maar ja, het is wel gewoon zo. Als Ronaldo erin komt, dan speelt het team opeens niet goed meer. En dat heeft gewoon aan hem te maken. Het ligt sowieso wel een beetje aan de wissels. Wissels vallen sowieso niet heel erg goed in het team. Maar ja, ik wil eigenlijk wel wat vangen voor Ronaldo. Dus we moeten denk ik wel aan zijn eisen voldoen. Anders gaat hij... Ik weet niet hoe lang we hem nog onder contract hebben staan. Want ja, je kan voor Ronaldo nog best wel wat vangen. En daarentegen kunnen wij wel weer wat goede transfers doen. Even kijken, waar staat Ronaldo? Status te koop. Ja, maar daar heb ik niks aan. Ik ga toch nog even voor zekerheid met Ronaldo onderhandelen. Hij is niet tevreden, dus ik denk niet dat hij een verlenging wil. Cruciaal. Oh, het was nog een jaar. Hij wil geen verlenging, dat dacht ik al. Als we een jaar erbij doen. Zal hij accepteren dat hij in prijs verlagen gaat? Oh, hij wil echt minder verdienen. Oké, nou dat vind ik dan wel weer netjes van Ronaldo. Ja, Ronaldo staat momenteel op de bank. Zit momenteel op de bank. Misschien dat we hem wel binnenkort laten invallen. Misschien dat hij dan nog wel een keer weer de basis kan veroveren. Mata, ja, die was vroeger goed, dames en heren. En nu niet meer. Ja, let's go. Laten we dit maar gaan doen tegen Aston Villa. Een spannende pot tegen Aston Villa, want er hangt nog best wel veel van af. Erik ten Hag won trouwens zijn eerste oefenwedstrijd met 4-0 van Liverpool. Dat deden ze dinsdag. Nou, welkom hier in de Premier League voor een leuke wedstrijd tegen Aston Villa. We gaan beginnen! Davies. Oh, een foutje. Maar daar is Varane die het nog goed oplost. En een smerige overtreding dit. En dat is ook de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor Kevin Campbell. Ja, nog weinig kansen. Eigenlijk nog geen kans eigenlijk. En net dat we dat gaan zeggen. Komt, wou ik zeggen, United met een aanval. Maar ook dat eindigt in niks. Anthony! Oh, dit was wel een gevaarlijke kans. United begint eindelijk aan te vallen. Alleen nog niet succesvol. Bruno Fernandes. Op Silva! Het wordt geen ruststand met 0-0. Het wordt een ruststand met 1-0. Ongelooflijk, wat kan een wedstrijd toch opeens veranderen? En de extra tijd was volgens mij al om. Maar André Silva weet het nog 1-0 binnen te prikken. Wat een aanval van Manchester United. En Aston Villa staat te kijken. En natuurlijk was de extra tijd al om. En daardoor leidt Manchester United hier in met 1-0. In de zoveelste Premier League wedstrijd van het seizoen al. En we gaan niet wisselen. Zo, een smerige overtreding. En dit is ook een gele kaart. En nu voor Jurrien Timber. Een goede redding van Pickford. En daar was dan echt de eerste kans van Aston Villa. Maar dan komt direct een corner. En daar zijn wij niet goed in het verdedigen van corners. Proberen die aanval snel op te zoeken.
We proberen die aanval zelf op te zoeken. En dat lukt. En daar is Silva. En dan staat het 2-0. Na een corner van Aston Villa profiteert United aan de andere kant. Is het André Silva die binnenkopt. En die wordt dus ook weer steeds belangrijker voor Manchester United. Wat een geweldige aanval. Geweldige voorzet. Precies op maat. En Silva die voor zijn man komt. En hierdoor leidt United met 2-0 tegen Aston Villa. Weer een corner. Ah, nu loopt er niemand mee. Oh, wat doet iedereen? We laten ze zomaar lopen. En dan staat het 2-1. Wat een blunder van de verdediging. Hoe de fuck kan hij zo doorlopen? Het is Danny Ings en die bedankt de trainer. Waarom? Ik heb geen idee. Maar het staat 2-1 en zo leeft Aston Villa opeens weer. Waarom kan hij zo doorlopen? Kijk dan naar Timber. Hij stopt opeens met lopen waardoor hij op achterstand komt. En dan staat het hier 2-1. En dan wordt dit nog een heksenketel hier in Villa. Training gemaakt. Maar ja, daar komt Aston Villa en daar is de keeper van Manchester United. Dit wordt nog zo'n wedstrijd en we gaan wisselen. Op de hoop dat het werkt, jongens. Op hoop van zegen. We gaan voor snelheid. Ronaldo erin en Nkunku erin. Daar komen de wissels. Pickford. Oh, maar weer slecht hervat door Ronaldo. Had misschien de bal beter bij zich kunnen houden. Want het staat nu 2-2. Aston Villa maakt het gewoon weer goed. Het is ongelofelijk. En dit is gewoon voortekend van ons seizoen. Het gaat elke keer mis. En Danny Ings loopt weer naar die tyfus trainer toe. Het is ongekend. Hoe kan dit toch elke keer fout gaan? Ja, het wordt een dag waarin we echt met een schrik vrijkomen. Echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het gaat weer mis. En ik snap niet hoe dat elke keer... Dit is het hele seizoen al zo. We zijn zoveel beter in de eerste helft. En in de tweede helft vergooien we het weer. Dankzij fouten in de verdediging. Of het is Timber of het is Varane. Jongen. Transferverbod voor Henderson. Nou, doen. Want wij hebben Pickford op doel. Ik hoop dat Henderson ook rondkomt. Dan hebben we 35 miljoen. Ah, hij is vastgelopen. Kut. Wij krijgen ook gewoon geen bod op Ronaldo. Dat is gewoon een enorme zonde. We moeten tegen West Ham. Zijn we trouwens nog gezakt in de stand? Plek 9, ja. Het gat naar Europese plekken is 5 punten. Oh, we hadden van Aston Villa moeten winnen. Oh. Ja, dit is zuur. Want het gat is nu 7 punten. Oh, joh. Ja, het is dicht te maken hoor. Ik bedoel, het is echt nog niet het einde van de wereld. Maar we hebben het wel vergooid daar. We gaan Ronaldo er even in doen. Op de hoop dat dat nog wat gaat brengen. Nou, let's go. Naar West Ham. De intro stukjes kan ik niet laten zien, want de vorige keer zaten we daar ook al mee met copyright shit en alles. Welkom dames en heren hier in Old Trafford voor de wedstrijd tussen United en hoe noem je ze? West Ham. West Ham probeert aan te vallen. Ja. En daar is West Ham. En dan staat het 1-0.
En dan staat het 1-0 voor West Ham United. Is het Antonio die scoort? En ja, daar kon je wachten op, want het zag er alweer aan te komen. Rashford. Ja, corner. En daar is dan... weet ik niet wie hem kopt eigenlijk. Ronaldo! Ja, natuurlijk. 2-0 voor West Ham. Het is Antonio die scoort. En dat zal ook wel weer niet. En dan kunnen we dit alweer afschuiven, deze wedstrijd. Er komt er zo'n schot uit, maar dat maakt niet uit. Een teken van leven. En zo is het rust. En staat het 2-0 voor West Ham. Maar ik denk dat we dit nog wel om kunnen draaien. Hoop ik. Graven. Ronaldo met een geweldige paas. Bruno Fernandes met een geweldige paas. En dan staat het 2-1 door Marcus Rashford. En zo heeft United misschien toch nog hoop. En dat zien de fans opeens ook. Goeie bal hier van Bruno Fernandes. En dan ziet Rashford zijn kans schoon. En dan staat het 2-1. En nu gewoon vol op de aanval. Cristiano Ronaldo, dames en heren. Het is Anthony. Ik dacht dat het Ronaldo was, maar het is Anthony. Ik ben helemaal in de war, jongens. Het is laat. Laten we daar maar op houden. Ik dacht dat het echt Ronaldo was, maar dat kan ook helemaal niet, want Ronaldo is helemaal niet zo flexibel. Het is Anthony. En het is 2-2. En het is zomaar 2-2. 87e minuut van de wedstrijd. Daar komt West Ham nog een keer. Daar zijn ze gewoon nog een keer. En dan staat het opeens 3-2. Ja, en dan is het klaar. Ronaldo, waarom kan hij opeens zomaar doorlopen, jongens? Ja, dat was het ook. Ja, en zo verliezen we met 2-3 van West Ham. En zo komen wij dus totaal geen steek dichterbij. En gaat Ronaldo er ook gewoon weer uit. Want het lijkt er gewoon op dat het voetbal dan gewoon opeens niet meer lekker. Het speelt gewoon niet fijn. Ik weet niet wat het is. Maar dames en heren, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en te liken voor meer. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Later mensen.